Met Leeuwenmoed jagen op ons doel. Dat is de Eredivisie. En de cijfers van Willem II zijn indrukwekkend. Als je kijkt, is dit nou een Eredivisieclub of niet? Ja, zonder enige twijfel. Van de laatste 36 jaar speelde Willem II er 3 in de Eerste Divisie. En welke naam de Eerste Divisie dan nog had? De andere 33 jaar speelde Willem II op het hoogste niveau. Opstelling van Willem II dus. Zonder Dammers en Verret met Owusu. Maar achter dit dus wel problemen. Zeker mocht daar nog iemand geblesseerd raken, is de keuze beperkt voor Robbenmond. Bij VVV Dekker er weer bij. En voorin is de Boer weer terug. Middenveld blijft intact met Van Rooyen, Smans en Klaassen. Alouche op de bank nu. Met de Boer een beetje vanaf de rechterkant spelen. Hosting. Woudenberg gaat de paas naar Venema eruit. Voorzitter van Berkel is geen probleem voor Ennio van der Gouw. Keeper bezig aan zijn eerste seizoen als eerste keeper. Speelt ook nog bij Twente. Althans, stond er onder contract. Meerveld. Jong op de bank. Meerveld in de basis. Voorzet is goed. De doelpunt daar. Kabangu. En het is 1-0. En daarmee gelijk. De start die Willem II wilde. De voorzet op maat. De kopbal perfect. Owusu. Hij is er weer bij. En meteen belangrijk. Want wat een geweldige voorzet is dit. Oh, dat is een gevaarlijk spel. Relatief laag gekopt. Ja, Schouten heeft het door. Moet gewoon even verzorging komen. Hij kopte een beetje laag en Schouten kwam met zijn benen een beetje hoog. Dus de vrije trap terecht, maar niet een hele rare actie van Schouten verder. En hopelijk valt het mee. De wedstrijden volgen elkaar in hoog tempo op. Als VVV doorgaat, dinsdag de volgende alweer. Hoornkamp. En geen doelpunt. Snoeihard geschoten. En ik denk dat Van der Gouw heel blij is dat die bal gewoon recht op hem afkwam. Zodat hij nog kon reageren. Als hij maar gewoon een beetje in de hoek krijgt, is het waarschijnlijk een doelpunt. Slim, maar net niet passend. Woudenberg kan niet schieten. Van Berkel kan dat wel, maar niet zo goed in dit geval. Ongetwijfeld trotse vader. Ook nog wel eens een balletje heeft tegengehouden in zijn carrière. Van Berkel. Woudenberg tegen de Boer aan. Van Rooyen. Doorzetten. Prima paas. Schietkans is er. En het doelpunt daar. Dirks werkt hem eigenlijk in eigen doel. Ongetwijfeld krijgt Bos hem op zijn naam. Maar het is bijna net zozeer een eigen doelpunt van Sam Dirks. Bos helemaal vrij. Haalt maar eens uit. Ja, en als dan de bal zo wordt aangeraakt, is Van der Gouw natuurlijk kansloos. Arme Levismans. Van Rooyen naar Huisman. Braak. Meegeven is goed. Ah, dit past eigenlijk precies, maar de boel kan hem net niet genoeg meenemen.
Ruimte misschien voor het schot. Nou, voor Bos. Schot van Oosting in. Dat gaat wel net naast. Oosting. Die wil nog wel eens een bal aardig erin leggen. Bal van Oosting. En slim getikt. Oh, overgetikt. En ik... Nou, hij was sowieso buitenspel geweest van Kabangu. Maar ik denk dat als Kabangu eraf blijft, het hier 3-0 is. Lastig te zien of die bal van Hoornkamp erin was gegaan. Aan de andere kant is hier Venema, kappen en schieten en scoren! Maar buitenspel, vlag omhoog. In ieder geval, dus er wordt nog naar gekeken. Het staat nog geen 2-1. En die gaat er naar kijken en die zal zeggen dat het inderdaad buitenspel is. Van Berkel. Al bij de tweede paal gelegd en teruggelegd, maar net niet in de koppen door Kabangu. Hoornkamp kon blijkbaar niet zelf meer koppen vanuit die hoek. Koos voor een kopbal richting collega Spits. Owusu. Hoornkamp zoekt de voorzet. Vindt geen ploeggenoot. Ja, dan maar zelf. Die is van de Gouw. Huisman. Komt nog niet heel gelukkig in. Oosting. Owusu komt er weer mee. Krijgt de bal wat achter zich. Owusu. Maar dat is met links in de korte hoek proberen. Waar van de Gouw goed bij zit. Oh, bal wordt verlengd en die valt erin. 3-0, VVV protesteert. Die zeggen dit was met de hand. Nou, er zal naar worden gekeken. De protesten zijn zeer fel. En dan Van Berkel met de arm. Hij wordt inderdaad afgekeurd. Dan zijn Johansson en Venema. Woudenberg in de fout. Dan is het doel leeg. Venema moet er vanaf blijven. Johansson moet scoren, maar dat doet hij niet. Hij kan hem nog meegeven, maar dat duurt veel te lang. Waarom schiet hij die bal er nou niet gewoon in? Huisman, Willem II ontsnapt, omdat de VVV het geprutst niet afstraft. Van Rooyen. Kopballetje is makkelijk voor Smit, die opgelucht ademhaalt. Het geprutst met Woudenberg zonder gevolgen. Venema is nog steeds boos en Venema heeft natuurlijk gelijk. Die staat hier buiten spel, dus hij kan het niet meer doen. Maar ja, wat wil Johansson dan? Ik wil blijkbaar dat echt iedereen voor hem aan de kant gaat. Bokila. Bal verlengd door Braken. Venema. Dat is wel in ieder geval een schot met overtuiging. Oh, fout van der Gouw. Maar dan Hens. Sowieso zit hij niet. Maar Bokila is al afgefloten vanwege Hens. Een fluitsignaal dat hem echt als geroepen kwam. Het is Hens. Bal verlengd. Daar is Alouche. Als hij naar de bal toe gaat tenminste. Daar is Venema. En daar is de 2-1. Daar is VVV op gelijke hoogte over twee duels. En Willem II heeft gewoon te weinig gevoetbald in die tweede helft. Alleen maar ontregelen. Tempo uit de wedstrijd halen. Ja, dan wordt hij een keer verlengd. Alouche krijgt hier de tijd. Venema uit de draai. Knap geschoten. Echt een goed doelpunt. Brakenwind in de lucht. Dat is belangrijk punt 1. Ja. Een echte spits. Alouche. Heeft door waar de ruimte ligt. Namelijk bij Van Rooyen. Van Rooyen met zijn linker. Is geen probleem voor Smits. Vermeulen. Bal binnengehouden door Kabangu. Jong. Van Berkel.
Voorzet is voor Van der Gaal. Maar iedereen mag nog hopen. Kabangu, één laatste kans wellicht. Kabangu ligt, niks aan de hand. De bal redelijk blind naar voren, maar ja, daar is Venema. Die gaat voor elke bal, die gaat ook voor deze. Venema heeft ondersteuning, probeert het met links. En hij schiet voorlangs. Oh, wat zijn die play-offs toch mooi. Wat een emotie, wat een spanning. Het wordt ook hier verlengen. Malouche. Teleurgesteld natuurlijk dat hij op de bank moest beginnen. Nu kan hij in de beslissende fase van de wedstrijd wellicht ook beslissend zijn. Venema. Yassar. Yassar. Oh, hij laat hem heel even los, Smits. Maar heeft hem op tijd ook weer. Yassar ziet vrij makkelijk, vrij hard. Indraaiende bal. Daar werd er niet genoeg in eigenlijk. Doet Bokila zijn best. Heeft de bal onder controle nu. Krijgt er voor, maar in de handen van der Gouw. En Willem II aardig begonnen aan die tweede helft van de verlenging. Prima gespeeld door Yassar. Nog zo'n 45 seconden. De voorzet is niet gek. De kopkans daar, de doelpunt daar. Geen strafschoppen, maar VVV dat door is. Yassar doet het. Willem II. Uitgeschakeld. VVV plaatst zich. En het hele stadion valt stil, behalve het uitvak. Ongeloof. Ontzetting. En dolle vreugde. Het is klaar voor Willem II. VVV gaat door in de play-offs en treft Almere City. Kruis is blij, heel blij, maar weet ook dat er nog niks is. Maar het is wel een grote verrassing. Özkan Yassar kopt VVV naar de volgende ronde. In de 121ste minuut. Geen strafschoppen. Maar feest in Venlo. En zo ziet totale ontredding eruit.